Dit is de Patron Podcast waar Jan en Dries op zoek gaan naar wat noodzakelijk is om een rijk leven te leiden. Ondernemen, investeren en lifestyle design komen allemaal aan bod in deze moeilijke podcast. Wij zijn zelf geen experts, maar gaan samen met onze gasten op zoek naar hoe wij ons tijd en geld kunnen investeren om zo meer controle te krijgen over onze financiën en ons leven. Welkom bij de Patron Podcast. Goedenavond, Jan. Goedenavond, Ries. Daar zijn we weer. Inderdaad, inderdaad. Ja, en ik ga vandaag. Mijn verhaal begint ergens. in een ver, ver verleden. Oké, okay, nu zijn we benieuwd. Ja, kunnen we je, je nog voorstellen. pre-corona of zo? Dat je inderdaad nog op café kon gaan. en kon er nog volk tegenkomen. en je moest niet op anderhalve meter blijven staan. Mm -hmm. Al lang geleden. <laughs> Heel lang geleden. Al daar zou ik het idee voor deze podcast van vandaag over ontstaan. Jaren, nee, nee, het is ondertussen, ik weet niet, een aantal maanden geleden dat ik bij ons in Torop moest een keer op café was gegaan. En ik kwam nog mijn wat van vroeger tegen, dat ik haar keihard niet had gezien. Mm -hmm. En die wilde ook meer en meer beginnen schrijven. Die wilde schrijven als werk doen. En die wist dat ik zo pas mijn boekje had gepubliceerd. En die kwam een keer. De grote jongen. Ja, eigen ISBN-nummer. Voilà, ja, maar ja, kijk. Je bent er toch? Hè? Ja, ja, voilà. Ja. Het is toch een grote stap en niet zo evident. Ik vind er altijd heel content voor. Tweede, dag komt er misschien binnenkort aan. Oeh, ja, primeur is... hier op deze podcast. Ja, <laughs> primeur, daar zitten mensen op te wachten. En hij vroeg: van, Hoe, hoe ben ik daar eigenlijk gerold? Even op moeten nadenken. En ik heb, voordat ik naar hier kom, een keer eens terug de antwoord dat ik naar hem heb geschreven. Nog eens erbij heb bekeken. En wat bij mij heel belangrijk was, heb ik, ik heb er in blokletters zelfs geschreven toen. Gratis werken. Mm -hmm. Gratis. Gratis. Dat doen mensen niet graag. Nee. <laughs> nee. Het zijn twee dingen dat ook, het klinkt gelijk een antoniem, gratis werken, werk dat is een normaal, dat is iets dat je niet graag doet, daar moet je geld voor krijgen, op dat je het zou doen. En ik zou gewoon zeggen, mijn tip aan die mens was toen, ga gratis dingen doen. Oeh. Heb jij... Je, oh. je hebt op zijn tenen getrapt. Hij heeft niet geantwoord. <laughs> ah. Want, uw tijd is geld waard. Hè? Mijn, mijn. Ja. Ik zou gewoon kunnen overwerken in plaats van... Ja, gratis te werken. Ik zou gewoon con consultant erin kunnen worden, na uh, hetgeen dat ik nu uh, ga vertellen, maar vooral eerlijk, je die dingen kunt doen. We, we doen gratis, Wij doen dit ook gratis. Wij doen dit ook allemaal. En dat is één van de redenen, e daar gaan we het zelfs over hebben, dat is reden nummer vier. daar gaan we het, ja, ik heb een keer eens vier redenen genoteerd waarom dat, dat handig kan zijn om een keer gehad te werken. Want ik weet niet, Jan, heb jij ooit een stage gedaan? Ik heb nooit echt stage gedaan. Ik heb wel vrijwilligerswerk en zo gedaan, maar niet geen pure stage. En, en jij heb... wel? Nee. Ja, je... Ik weet dat veel volk het gedaan heeft als student, omdat dat inderdaad vaak. Ik weet betere stages ook zijn. Ze zijn vaak ook onbetaalde, waar je voornamelijk gefocust wordt op leren en niet dat je per se moet werken. Ja, inderdaad, maar dat, dat werd bij ons van de vanuit de richting werd dat niet gestimuleerd. En dat is echt, dat is, hetgeen dat, ik, dat is een obvious ding en dat is ook mijn reden nummer één, waarom, waarom zou je gratis voor iets werken? Dat is gewoon puur om ervaring op te doen en je vak te leren. Ik weet, ik zie dat bij ons in de marketing, zie dat heel vaak uh, passeren. Er zijn heel veel mensen daar veel. We zien jaarlijks mensen dat bij ons een keer hun stage komen doorlopen en je leert daar echt dingen bij, dat ik nog moest aanleren. Op het moment dat ik daar al ging werken. En dat was een beetje. En het is ook een beetje gênant als je dat moet beginnen doen, als je begint te werken en zo. Ah ja, dit had ik eigenlijk al kunnen leren als ik op voorhand een beetje effectief, onbetaald werk. Dan zouden ze dat op dag 1 geleerd hebben en dan zou dat minder gênant zijn. Ik heb ik lessen moeten volgen met iemand die uh, ook stage kwam doen om het voor mij allemaal wat duidelijker te maken. Maar gelijk ook, ik heb uh, het nog in dat voorbeeld dat ik aan de mens had gestuurd. Ik heb ik. Uh, Heel veel webteksten beginnen schrijven. Hè. Vroeger ik webteksten uh, liggen schrijven. Uh, voor The Libertarian Republic. Sommige mensen, die aan het luisteren zijn, krijgen nu spontane flashbacks naar een uh, bekende treinlijn in Florida. Waarover ik dat weer laatst kan gaan horen. <laughs> maar het, ik, ik kon ook gewoon. Ik, ik, van, from scratch heb ik geleerd van hoe ik een webtekst moest, moest beginnen maken. Wat is mijn metadata? Hoe zorg ik ervoor dat mijn SEO. Wat, bij ons heel belangrijk is als je aan het schrijven ze. Dus ik zal even voor de mensen die geen uh, volledige webtechnische mensen zijn, SEO, is dus letterlijk, sorry, dat je website zo hoog mogelijk rangschikt in Google. Ja. Inderdaad. Dus op het moment dat mensen dingen intypen, dat je website voor zoveel mogelijk zoektermen zo hoog mogelijk staat. Ja, inderdaad. En je kunt bijvoorbeeld, bijvoorbeeld dat ik, dat ik nog had echt goed op score, is bijvoorbeeld, wanneer is Frederik Bastias een verjaardag? En dan, hè, dat is een vraag dat je bijvoorbeeld in Google niet hebt, Frederik Bastia, Birthday. En ik kreeg daaronder een aantal teksten. En een van de eerste teksten die tegenkomt is er nog altijd een van mij? Ik ga er heel trots op. Goed gedaan, joh. Ja, dat was niet. Nee, een... maar dat zijn wel dingen die blijven bestaan. ook. Hè. Ja, inderdaad. En ik kon dan ook toen ik ging solliciteren, kon ik zeggen van hier, heb je voorbeelden van teksten ik al een keer geschreven? Ik zeg: ja, hier er zijn 40 teksten die ik gewoon vrijwillig tussen de soep en de patatten heb een keer heb geschreven. Je hebt dat ook zo gezegd tegen de mensen. Ik gebruik, ik heb, ik heb <laughs> tijdens het sollicitatiegesprek van, ja, ja, ik heb dat tussen soep en geschreven, alsjeblieft. Ik heb op mijn sollicitatiegesprek echt de theorieën van Frederik Bastiaan hier toelichten, op basis van de dingen. die ik kon uh, aantonen van, hé, hey, kijk hier, zo, en op deze manier, verloop het, en niet anders. Daarom is Frederik Bastiaan zo'n belangrijke persoon om te leren. <laughs> maar op basis van de tekst die ik had. En dat is ook wel goed, en dat, dat je ook kan aantonen van, oh ja, ik heb effectief al skills, en ik weet ongeveer wat ik aan het doen ben. Ja, kunt... Ik ben misschien niet perfect, maar ik heb wel al iets van info, want ik weet hoe dat ik ongeveer deftig kan ranken op Google. Ja, dus, dus je kunt ja, je kunt zeggen: van ja, ik weet hoe dat SEO werkt, ik weet wat SEO is, maar het is nog iets anders dat je kunt zeggen: van typ daar eens een keer in, De article, dat artikel is van mij. Dat is een heel andere indruk. Soms werkt het ook helemaal niet, want ik heb ooit, ooit dat voorbeeld eens dus een keer gebruikt voor een freelance opdracht en dat is helemaal niet gewerkt, maar het is wel een manier om te tonen dat je, dat je het kunt. Ja, zeker. Een ander voordeel dat ik aan, aan denk, is bijvoorbeeld door gratis te gaan werken, leren netwerken en connecties te leggen. Ja, ja. Dat klinkt misschien heel, heel vaag en obscuur en redelijk obvious ook een keer. Maar als je bijvoorbeeld, want ik heb ook heel vaak voor de libertarische partijen van deze wereld al een keer gewerkt. Ik ken nu redelijk veel mensen uit de wereld. Ik heb Instagram-accounts liggen oprichten, vooral studentenverenigingen bijvoorbeeld. Maar ook voor de libertaire, uh, libertaire Partij van Nederland heb ik ook heel hard meegewerkt. En daardoor heb ik echt gigantisch veel mensen leren kennen binnen die, binnen die wereld. Ik heb ook voor de Libertarische Tijdschriften geschreven, waardoor ik mensen van Nederland, van de UK, vanuit de VS, vanuit Oost-Europa, vanuit overal, vanuit alle, alle uithoeken van de wereld, bij wijze van spreken, contact heb gelegd met mensen uit mijn niche. Ja, en dat je op een gegeven moment, ik weet niet meer wanneer het was, maar dat je ook in. Je zoektermen van wie zoekt er mijn naam, dat je dat ineens enorm zag spiken bij een artikel van die dat je gepubliceerd was. Ik weet niet welk artikel het juist was, maar dat, dat is wel een enorm teken dat zo'n paar honderd hits van mensen die je naam intypen, is wel zoek gewoon cool voor te hebben en dat je dat kan ook kan aantonen aan mensen: van, ah ja, kijk, ik heb dan dat gedaan en dat heeft dat als resultaat gegeven. 100%, want dat is, dat is inderdaad, ik weet erover over dat je, dit dat is een, een artikel van lang, lang geleden over Ren Paul. En echt, ik merkte dat mensen mijn naam aan het opzoeken waren in combinatie met Rand Paul. En ja, misschien ook met, uh, op LinkedIn of zo had ik zoeken en dergelijke. Ik kreeg dan ook heel veel hits binnen van op LinkedIn, inderdaad. Van this anonymous person, visit your profile. En Steve from California, visit your profile. Dat is echt raar. En op den duur werden ook gecoldcrawled op de rechten in de VS via LinkedIn. Voila, allemaal. ja, dus dan kan je zelfs al aantonen dat in dat geval het is iets dat. Gewoon puur een passie was dat je dat hebt, want dat is misschien nog wel belangrijk. Van Het is niet met de intentie per se gedaan, van ik ga er geld uit halen. Maar gewoon met, uit, de, uit een goede hart, uit een overtuiging, dat geschreven en dan gezegd van ah ja, oké. Okay. En op een of andere manier komt dat aanbod nadien dan, dan vanzelf al. Je hebt er zelfs eigenlijk niet achter moeten vragen voor die werken te mogen publiceren of dergelijke bij hun. Dat is effectief. Ik heb precies mijn show notes ook, en mijn voorbereiding hierdoor Ik door heb niks gezien op, <laughs> Wat is effectief? Mijn, mijn, mijn volgende voorbeeld dat ik hier uh, wil aanhalen. Het is effectief. Het is iets, gelijk dat je gezegd. Het is een passieproject geweest. Want al die stukken, ik heb die ook. Ik heb die naar uh, verschillende websites proberen door te sturen. Van hé, hey, ik heb hier wat dingen. Dat misschien interessant voor u kunnen zijn. Uh, is dat misschien iets u interessant voor op uw website te zetten. Uh, ik heb er nog andere websites bij benaderd. En dat, totdat er één is blijven plakken. Die zegt van, ah ja. Dat is super wat je hier aan het doen zei. We willen hier meer van die dingen zien. Dat heeft me ook enorm hard geholpen in periodes van. Ik heb dat misschien al een paar keer gezegd, maar ik heb ook tot een aantal jaren terug echt van die verschrikkelijke jobjes liggen doen. Ik heb keer in fabrieken liggen werken, waar ik stukken van machine onderdelen aan het verven en olie aan het was in machines. Het was niet wat je geschiedenis voor had. Het was niet mijn droomjob. Alles behalve inderdaad. Maar ik, ik, ik heb toen tijdens de middag echt beginnen schrijven 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 lezen lezen ik heb heel ik heb denk ik, meer papers en meer stukken geschreven tijdens mijn middagen of zoals tijdens mijn uur in de fabriek dat is een heel ander verhaal dan tijdens de universiteit ja. ofzo. tijdens de universiteit en echt allemaal dingen dat ik super graag deed. Merkte ik dat ik ik denk als ik dat niet had gedaan dat ik echt zo slag van de naam had gekregen van oh, fuck in welke richting is mijn leven nu aan het uitgaan? Ik, ben, ik, heb, ik heb een universitaire diploma. en ik zit hier gewoon zakken, ey, stickers op zakken van veevoeder te plakken. Misschien random voorbeeld, dat is echt iets dat ik van werk twee, drie weken aan een stuk heb gedaan. Ja, dat is toch top. Ja. <laughs> nee, maar dan heb je inderdaad wel dat je gra gratis werkt. want daar gaat uiteindelijk over vandaag. Is... Dat kan nog wel gewoon alle motivatie zijn. van ah ja, ik ben het er nu aan het insteken. dus ik wil effectief wel naar iets anders toe werken. En niet gewoon aan de zijkant zitten en gewoon wachten en hopen op. Ja, inderdaad. Want ik heb daar zelf ook met een hele hoop dingen die ik gedaan heb denk ik zo, ik heb die gepubliceerd, die zijn gratis, die zijn online en dan misschien gaat dat ooit wel achter een paywall eindigen en dat soort dingen en misschien komt er op termijn wel iets van terug. Maar op korte termijn is dat gewoon oké okay, ja, leuk, ik heb dat gedaan, ik heb me geamuseerd en dat is iets wat mij bezighoudt in... Een periode dat mijn werk misschien iets kalmer aan was, waar ik zoiets had van oké, okay, ik heb mentale energie over, ik ga wat extra dingen doen. Nadien werd mijn werk terug een pak zwaarder en dan kan je even daar een stap terugzetten. Maar dat zijn wel dingen die ondertussen in de wereld bestaan en waar je misschien op lange termijn wel geld uit kunt halen. En dat is misschien hetzelfde als op het moment dat je je boek gepubliceerd hebt of al dat soort. Het zijn misschien simpele tips, maar oké, okay, dat zijn dingen die je gedaan hebt naast je werk op het moment dat je het... Mentaal aankomt. Ja. En oké, okay, had je dan een topauteur worden? Misschien niet, maar voor hetzelfde geld komt daar over een paar maanden iemand die zegt: oh ja, moet je komen naar Amsterdam voor een weekendje voor, voor een spreker te zijn op een congres. Doe een voorstel van dingen. 4500 500 euro, alsjeblieft. Dat is niet zo onrealistisch voor internationale sprekers en zo. Nee, inderdaad. En dat is ik heb echt mijn tips hier liggen aflezen, want dat is nee, ook de gif naar, uh, dat is ik naartoe wou gaan als effectief. Je zijn een cv-builder aan, uh, aan het maken, eigenlijk bij wijze van spreken, want je haalt voorbeeld aan. Dat je daar dan, je zegt dan ook direct 400, 500 euro voor, voor een lezing te kunnen geven. Het is, het is inderdaad, door die dingen dat ik nu gratis heb gedaan, dat ik effectief, ik vind het ook een heel schoon voorbeeld dat je aanhaalt. Want ik mag ook binnenkort een, een lezing gaan doen in Nederland, en ik daar mijn een trein uit terughaal dan ben ik al een heel tevreden mens. Maar het is al dankzij al die dingen te doen, dankzij die stukken te schrijven, dankzij die, tijdens die middagen echt te lezen, te schrijven, door die dingen te doen, dat ik nu de dingen aan het doen ben, dat ik nu deze job aan het uitvoeren uh, ben, dat ik nu dat doctoraat aan het schrijven ben, dat ik bij de gezet van Antwerpen ben kunnen werken. Het is dus allemaal dankzij... Het allemaal gebeurd dankzij dat ik er werken. Ik kon nu bijvoorbeeld ook tijdens mijn sollicitatiegesprek gaan, Gelijk dat we er juist ook zeiden. Het is niet om gezegd dat je iets van SEO weet. Hier komt nog ineens laten zien. Hier zijn 40 artikels waar, die SEO-technisch geschreven zijn, waar daar rekening mee gehouden is. Dat is iets dat het ook interessanter maakt voor de persoon die je gaat aannemen. Dat hem direct dan een, een klik heeft van: die mens weet het over hem schrijft. Ja, nou, Want uh, een van de dingen die men nu te binnen schiet is bijvoorbeeld leercurve is ook vrij stijl. En als je iets een paar keer gedaan hebt, zit je vaak al een hele hoop stappen verder dan de persoon die het gewoon in theorie bestudeerd heeft. En ik kijk bijvoorbeeld gewoon naar deze podcast zelf. Ja, en... Van ja, oké, okay. als je ziet, dit is uiteindelijk aflevering 10 die opgenomen wordt. 10? Of... Ja, ja, 10, want we hebben juist 9 opgenomen, sorry. <laughs> dus dan, dan zie je enorm het verschil tussen aflevering 1 en aflevering 10. Stel dat er iemand nu een job publiceert van, ah ja, kijk, ik heb iemand nodig die mijn podcast edit, die mijn co-host is, whatever, en als het maar als site is, als het maar één dag in de week, als je dan kan zeggen van, oké, okay, ja, kijk, ik heb al tien episodes gepubliceerd, ik ben geen expert, maar die persoon gaat er ook wel iets zeggen van, ah oh ja, kijk, die staat dan wel een aantal weken verder dan de persoon die ik nieuw aanneem en die dan gewoon nog moet wachten tot dat die persoon zover is. En dat toont ook dat je die niche-ervaring hebt, waar ik het er juist ook over had. Het is, je kunt, stel dat je nu als voor een beginnende Belgische podcaster nu moet gaan uh, meegaan editen of, of gaan co-hosten. Je weet hoe dat, dat in zijn werk gaat. Je weet hoe dat een, een beginnende start-up podcaster werkt. Je hebt die ervaring, je hebt die niche. En dat heb je niet, als je bijvoorbeeld dat enkel aangeleerd hebt. Heb het enkel bekeken en dat je ik ben een fan van podcasts. Ik ja. luister ze graag. Terwijl dat je, moment dat je iets doet, terwijl je iets gratis doet. Dat kan gewoon al zo'n extra stap zijn. Het feit dat ik bijvoorbeeld zoveel uren werk heb gestoken. van, oh ja, hoe, welke microfoons werken met welke interfaces en ja. welke software kan je daarvoor gebruiken. Het feit dat je binnen kunt komen bij een bedrijf. en stel bijvoorbeeld die willen een podcast doen over wat zij doen. Stel bijvoorbeeld een NGO die politiek nieuws wil commentarieën of al dat soort dingen. Die ken je wel vrij snel. Oké, okay, die hebben zelf die kennis niet. Als jij kan zeggen van, nou, ik heb wel die kennis al deels, je moet mij niet alles opnieuw aanleren. Maar we moeten wel iets van geld geven. <laughs> dat is inderdaad. Dat, dat is wel een mogelijkheid en... Dus, er zijn heel veel opties die vrij snel zijn, die gaan misschien niet top betaald worden. Meteen. Maar dat is ook extra werk ervaring hier, nog iets bovenop houden en dan... De jobber na, die kan je misschien een pak meer vragen en, en zo, bouwt dat op zichzelf. Hetzelfde voor je spreker, ja. Als jij gaat spreken de eerste keer. Hoe goed ben je effectief in het spreken? Want we hebben allemaal wel al zo in, in het middelbaar mooi onze presentaties gedaan en aan de universiteit mooi onze papers gepresenteerd en al dat soort zaken. Maar hoe goed ben je echt in goed spreken voor een publiek, dat is een compleet andere skillset. En als je dat kan leren met een aantal keer gewoon je transporteruad halen. Inderdaad, ja. Als je daar gewoon heel goed in kan worden. Wie weet wat helpt u daar over twintig jaar? Wie weet, is dan, dan die, die sprekersopties dat je dan krijgt dat je er juist aan had, Wie weet dat je dan binnenkort gevraagd wordt voor die vijfhonderd, duizend euro? En dat is allemaal begonnen dat jij de keuze hebt gemaakt om de skill wat je door gepassioneerd door bent, die naam te leren. Ja, voilà. Het is een vrij duidelijk pleidooi voor inderdaad als je iets leuk vindt. Je okay. Moet daar niet per se geld aan bedienen. Publiceer het gewoon, zorg dat het wereldkundig is. Als het passie is, gaat er gewoon vol een bak voor. Dat hoeft niet permanent te zijn als je een job hebt. Drie, vier uur in de week. Kan Zoals, al ja. een enorme stap zijn, want dat is, op een jaar tijd is dat wel wat duur. Inderdaad. En dan, ik denk dat we hier dus perfect kunnen eindigen met de quote van Shia LaBeouf, die een bekende meme van Just do it. Dus als je door iets gebeten bent, als je meer wilt schrijven, als je beter wilt worden door te editen, als je wilt. Te spreken voor een Spreek, publiek. Spreken, ja. Public speaking. Dat zijn skills die je op 5, 10 of 20 jaar enorm vooruit kunnen helpen, omdat je nu een paar opdrachten hebt aangepakt. Dus just do it. Begint gratis te werken en je ziet op een duur, plukt de vruchten ervan. Wij zijn het levende bewijzen gaan. Zeker. Alright. Dankjewel om weer aan te luisteren en uh, tot de volgende. Bye yo, bye. Yo, dag.